Meneer Wachel, ja, volledig de verdiensten van Standaard dat jullie tegen Ajax winnen. Maar Ajax vond ik persoonlijk zelf niet sterk vandaag. Want de goal die ze maken, ja, die komt letterlijk uit de lucht gevallen. Ja, ja, dat is wel zo. Ik ben bijna akkoord met u, bijna, moet ik zeggen. Ik vond niet Ajax zo slecht, absoluut niet. Ze spelen weer in hun stijl. Hè. Heel mooie pas- en trapvormen, zoals wij doen op training. Ze kunnen een hele goede bal in de ploeg houden. Op die vlak zijn ze wel heel ver, moet ik zeggen. Maar het is wel zo dat ze maken heel weinig gevaar feitelijk. Die doelpunt dat ze maken, ja, is in feite geen occasie. De eerste helft waren wij heel goed begonnen, feitelijk. Gedurende 20, 25 minuten waren we echt de beste. We hebben 2-3 kansjes gehad. We hadden, vind ik, met 2-0 voor moeten staan, maar dat is niet gelukt. Ze scoren natuurlijk op een ambetante moment, mentaal. En ik vind dat Ajax er begint wel sterk. Wel sterk in de zin van bal bijhouden en ons moeten. We waren verplicht van te lopen. Daar koop je natuurlijk wel niks mee, hè, met die bal bij te houden. Hè. Het zijn de doelpunten die tellen. Ja, maar ik heb het gezegd verleden jaar, ik duurde niet meer herhalen dan verleden jaar, maar dat blijft zo. En ik heb het gezegd op theorie, dat is bijna voor hun de doel, dat ze moeten een bal in de ploeg houden, maar feitelijk, dat zijn de occasies en doelpunten die tellen. En dat waren wij, vind ik, op die vlakken veel beter, behalve die eerste 20 minuten van de tweede helft. En maar dan zijn we terug erboven gekomen en ik vind dat wij maken een pracht van een doelpunt. Wat een mooie fase voor die doelpunt aan te brengen. En hadden wij natuurlijk 2-3 andere moeten maken, feitelijk. Naar volgende week toe, want dan is het, ja, voor de meiden waarschijnlijk en voor jou misschien de wedstrijd van het jaar. Zeg je dat correct? De wedstrijd van het jaar, het is een belangrijke wedstrijd. Maar ik zeg nog, ik wil nog even terugkomen op die wedstrijd van vandaag. Ik vind het ongelooflijk, we spelen vanachter met onze vier vanachter met twee puntspelers. Met twee puntspelers in de vier vanachter. En we kunnen een heel mooie de schade beperken op qua occasie. Dus ik ben echt ongelooflijk content van de mentaliteit, van de manier van vechten en de manier van spelen van de ploeg. Maar zoals je zegt, volgende week is het een andere koek met Glasgow. Ja, als we vechten met dezelfde mentaliteit dan vandaag, we kunnen misschien een mooie uitslag neerleggen. Krijgen we een andere ploeg volgende week? Of ligt de opstelling aan geblesseerden die je momenteel hebt? Het is wel zo dat ik heb we hebben een hele kleine kern van 17. En van die 17 zijn er 4 heel lange termijn gekwetst. Dus de enige dat ik kan nog erbij brengen is Ferri Ferraguzzi. Dat zou de enige zijn. Die zou nog erbij kunnen komen. De voorzitter is hier. Het is misschien het moment. Ja, het is misschien het moment, maar ik durf het niet vragen. Maar misschien gaat je dat doen. We zullen het voor u vragen. Hoe ziet u volgende week? Want dan speel je dan natuurlijk, ja, in het grote stadion. Dat is voor de dames ook even aanpassen. Veel meer volk? Ja, natuurlijk. Het zal veel meer volk. Maar ik zeg het nog. Het belangrijkste voor mij is voor het moment is nog de wedstrijd van vrijdag in Utrecht. We moeten absoluut daar een mooie, zoals we hebben het gedaan op Telstar, we moeten daar iets moois maken. En dan vanaf zaterdag gaan we echt denken aan een Glasgow. Maar ik zeg, veel verandering in de ploeg kunnen wij voor het moment absoluut niet. Ben je sterk genoeg? Want ik ga door op Glasgow natuurlijk, want we gaan een voorbeschouwing doen op die wedstrijd volgende week. Ben je sterk genoeg om Glasgow af te kunnen op eigen of in eigen huis? Het is een goede ploeg. Hè. Ik heb ze 2 keer zien spelen. Ik kijk voor het moment heel veel video's. Ze hebben waarschijnlijk een ongelooflijk brede kern. Want elke keer dat ik zie, zijn er elke keer 3-4 spelers die ik heb nog niet gezien. Dus ik vraag me af waar ze gaan die allemaal halen. Het is Schotse voetbal, dus heel veel inzet. Maar toch heel veel technische kwaliteit. Het is een heel goede ploeg. Dat gaat een boeiende wedstrijd zijn. Maar ik zeg, de meisjes kunnen alleen ervan leren. Tot slot, ik sla van de hak op de tak vandaag. De wedstrijd van vandaag terug. Je doet een uitstekende zaak. Hè? Wedstrijd minder gespeeld en je springt over Ajax. Ja, dat was natuurlijk wat ik had gehoopt. Van vandaag te kunnen winnen van Ajax. Zoals je zegt, de wedstrijd minder. En we zijn ik denk wel 1 punt over. Maar ik zeg het nog, wat interesseert me eerst en vooral, dat zijn die uitslagen van die andere Belgische ploeg. Dat weet ik nog niet. Want daar moeten wij natuurlijk ook mooie... proberen van een beetje afstand te nemen of terug te komen. Nee, terug komen moeten wij niet veel natuurlijk. Hè. Maar terug proberen een beetje afstand te nemen aan die andere Belgische ploegen.
De Belgische titel is nog prioriteit nummer 1 voorlopig? Jawel. Dat is de prioriteit, zeker en vast. We moeten daar alles doen voor dat. Maar ik weet wel dat we gaan een heel moeilijke seizoen tegemoet. Maar ik zeg het nog, als je wint 20-0 of 16-0, zoals 2 jaar geleden, leer je niks bij. En nu met zo'n wedstrijd, ik heb het juist gezegd na de wedstrijd, dat is dé moment voor te leren met zo'n moeilijke wedstrijd. Want dat is een moeilijke wedstrijd. Alles komt eraan, de technische kwaliteit, de tactische kwaliteit, de fysische kwaliteit en natuurlijk de mentaliteit. Dus daar groeit u sowieso. En ik zeg het nog, we gaan vooruit in ieder geval.